Ja, Plasterk gezien. Op tv, jongens. Ja, ja. Ik heb gekeken, puntje van mijn stoel. Ja, dat was leuk. Ja, daar hadden we een keertje nodig weer op tv. Nou, en... Ja, of hij nou gelijk heeft, ja of nee, dat gaan wij nooit weten, vrienden. Hij zegt gewoon alles wat er in die NRC heeft gestaan. Ja, dat is niet waar. Ja, daar kunnen wij geen vinger achter krijgen. Daar weten wij veel te weinig van. Maar hij was aan het praten. En toen was ik eigenlijk... Ik had de neiging, kun je nagaan, om hem te geloven. Ja. Ik was onderweg. Maar het feit dat hij dat kan, hè. Dat hij zo overtuigend kan praten, die Plasterk. Dat ik al onderweg was om hem te geloven dat hij gelijk had. Dat is toch een enorme kwaliteit, vrienden. Ja, ja, dat vind ik wel. En hij was, ja, weet je, hij was rustig. Ja, vertelde zijn verhaal, maar ook met persoonlijkheid kwam eruit naar voren. Ja, het was sterk wat hij deed. Ja, ja. En tegenover Pauw, hè, moet je niet vergeten. Die Pauw die kon alleen maar met hele lastige vragen. En hij bleef gewoon strak overeind, hè, die Plasterk. Ja, hij gaf geen krimp. Nee, niks. Bleef sterk overeind. En hij was ook nog eens een keer sympathiek. Toch? Je zat te luisteren naar zijn verhaal. En ik, ja, en jullie, en velen met mij waarschijnlijk, die waren ook allemaal onderweg, hè, om hem te geloven. Ja. En weten wij veel. Ik bedoel, misschien zat je wel hartstikke te liegen daar. Maar dat maakt niet uit. Het gaat erom dat je dat allemaal kan. En als je al die kwaliteiten die ik net allemaal noem, hè? Als je die allemaal bezit en toen het verhaaltje, dan ben je er dus rijp voor, hè? Voor het torentje, wat bedoel ik. En dat gevoel had ik dus ook, dus toen het klaar was. En ik zat zo te kijken en toen dacht ik, die Plasterk, ja, die had het gewoon moeten worden. Hij had het gewoon moeten zijn. Hij was eigenlijk en is eigenlijk onze minister-president.